Donald Trump heeft vorige week een slechte week gehad, zoals iedereen heeft kunnen zien. Uh, hij heeft veel mensen tegen zich in het harnas gejaagd, ook veel domme dingen gezegd. Da delen daarvan moest hij herroepen. Wat betreft uh, de buitenlandse politiek heeft hij altijd gezegd dat Amerika te veel betaalt uh, aan de NAVO. Dus dat is de oude kwestie van de lastenverdeling, de uh, burden sharing, zoals dat heet, tussen de Verenigde Staten en Europa. Amerika betaalt ongeveer twee derde. Van het budget van de NAVO, uh, Europese landen een derde, terwijl veel Europese landen veel rijker zijn dan Amerika. En natuurlijk in Amerika ook veel armoede is. Mensen die van voedselbonnen moeten leven, de armoedegrens. Veel mensen, miljoenen mensen leven, in, uh, leven onder de uh, armoedegrens. Dus je ziet duidelijk dat uh, dat begint nijpend te worden. En ik denk ook wel dat men daar in Europa begrip voor moet hebben. Um, het tweede is uh, zijn punt van, uh, ja, ik ga niet zeggen wanneer kernwapens worden ingezet. Ja, dat is ook de gebruikelijke strategie. Uh, het is niet zo dat Amerika ooit heeft gezegd, we gaan nooit kernwapens uh, gebruiken, want dan kun je net zo goed het hele arsenaal opdoeken. En dan weten ook uh, Rusland en Iran bijvoorbeeld en andere landen die kernwapens hebben of zouden willen hebben, dat Amerika gewoon een sitting duck is. Uh, en een lamme eend die eigenlijk uh, niks durft te doen. Uh, wat natuurlijk wel hem uh, kan worden aangevreven, is dat hij ook de hele nucleaire doctrine overhoop heeft gehaald door te zeggen dat landen als Saudi-Arabië, uh, Zuid-Korea en Japan desnoods allemaal zelf kernwapens moeten gaan maken uh, en uh, uh, moeten gaan opslaan. Ja, het is natuurlijk dus zo dat je probeert zoveel mogelijk de proliferatie van atoomwapens te voorkomen. Dat is, dat, dat is al de Amerikaanse politiek sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, hoe meer landen uh, nucleaire wapens hebben, hoe gevaarlijker. Bovendien is het zo dat landen als uh, Saudi-Arabië en uh, zeker Zuid-Korea en Japan leven onder de paraplu van de Amerikaanse nucleaire bescherming. Dus als je dat los gaat koppelen, dan krijg je veel meer onzekerheid en veel meer spanningen erbij. Uh, en je ziet hier dus dat Donald Trump weinig uh, kennis heeft van buitenlands beleid. Uh, er zich ook weinig in heeft verdiept en vaak zomaar wat roept. Uh, hij heeft maar sinds kort een, uh, een werkgroep ingesteld uh, die zich bezighoudt met het buitenlands beleid, bijvoorbeeld met de bestrijding van ISIS, met de Islamitische staat. Uh, maar dat is vrij recent en hij heeft dat allemaal nog niet tot zich genomen. Uh, en ik hoop dat hij de komende twee weken, als hij misschien wat meer tijd heeft, want uh, die campagne in New York ja, die kan het dus grotendeels vanaf, vanuit New York voeren. Uh, om zich te verdiepen in een aantal van die standpunten en zich beter voorbereidt als hij met iets komt. Want het is nu zo dat hij uh, vaak met iets voor de dag komt en soms dan dus veel dingen die klinken wel lollig en zo. Uh, maar als het over echte serieuze zaken gaat, dan merk je toch dat hij uh, slecht beslagen ten ijs komt. Uh, en als hij zijn campagne uh, meer een serieus karakter wil geven, en dat zal hij op een zeker moment wel moeten doen, uh, dan moet hij daar natuurlijk wel voor zorgen en dan moet hij daar harder aan werken.